Mijn naam is Stijn Schuler, accountmanager bij AVRES. We staan hier voor het pand van vluchtelingenwerk. En we staan op het punt om naar binnen te gaan om Zina Aleit op te halen. Zij is kandidaat van de taalsnelweg. En we gaan samen met haar een contract tekenen bij Bloemist, Distel en Mid. De taalsnelweg is een initiatief vanuit vluchtelingenwerk, gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden, gemeente Vijfheerlanden en AVRES. In de taalsnelweg worden 20 statushouders 4 maanden lang intensief op taal gecoacht en getraind. Het gevolg van deze taalsnelweg is dat zij sneller kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zo moeten zij na deze 4 maanden op zoek naar een ontwikkelplek waarin zij zich kunnen ontwikkelen voor een positie op de arbeidsmarkt. Voor Sina hebben wij een ontwikkelplek gevonden bij een bloemist. Sina is in Syrië 4 jaar bloemist geweest en ze heeft hier de kans gekregen om haar droombaan ook in Nederland uit te voeren. Ik ben Carolien Verdonk. Ik ben al 25 jaar gepassioneerd bloemist. Bloemen, planten, arrangementen, daar ben ik zeg maar heel goed in. Ik ben duurzaam gecertificeerd al 10 jaar als een van de eerste van Nederland. Dat houdt in dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent. Ik wil Sina heel graag een kans geven. Ze komt uit Syrië als vluchteling. En omdat ik dus de 3 P's voorstaat, vind ik dat heel belangrijk dat ze echt ook een kans in de bloemen krijgt. Ten meer omdat ze ook al 4 jaar bloemist geweest is in Syrië. En ik denk dat we van elkaar kunnen leren. Dat vind ik heel belangrijk en leuk om te doen. Gefeliciteerd met de nieuwe baan. Komt allen naar Distel en Mid.